Waarbij de 61 uitspraken van de afdeling bestuursrechtspraak openbaar worden gemaakt. Mijn naam is Polak, ik ben voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak. Ik begrijp dat de mensen die hier aanwezig zijn in het bijzonder zijn gekomen voor de zaak waarbij zowel de heer Josemans als de burgemeester van Maastricht in hoger beroep zijn gekomen tegen de uitspraak van de rechtbank Maastricht van 1 april 2008. De uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak ten aanzien van beide hoge beroepen is dat beide hoge beroepen ongegrond zijn en dat de uitspraak van de rechtbank Maastricht wordt bevestigd. Dus de aangevallen uitspraak wordt bevestigd. Ter toelichting heel kort in de uitspraak die ik niet helemaal zal voorlezen. De uitspraak is 16 pagina's. Ten eerste is dus partij Josemans in hoger beroep gekomen tegen de uitspraak van de rechtbank Maastricht. De hoge beroepsgronden van Josemans hadden betrekking op het oordeel van de rechtbank dat het Europese recht door de gemeente Maastricht niet was geschonden, kortweg gesteld. Dat hoge beroep van Josemans wordt ongegrond verklaard. Daarvoor is bepalend de uitspraak van het Europese Hof die gedaan is naar aanleiding van de zogenaamde prejudiciële vragen die de afdeling bestuursrechtspraak in deze procedure had gesteld. Op basis van die antwoorden, nader toegelicht in deze uitspraak, wordt het hoge beroep van Josemans, dat betrekking had op het Europese recht, ongegrond verklaard. Vervolgens gaat de uitspraak in op het hoge beroep dat de burgemeester heeft ingesteld. Dat betreft in de eerste plaats de kwestie of de Maastrichtse regeling in strijd is met de grondwet. Ten aanzien van dat betoog oordeelt de afdeling bestuursrechtspraak kortweg het volgende, en dat zal ik even kort citeren uit de uitspraak. Naar het oordeel van de afdeling heeft de rechtbank met juistheid geoordeeld dat met het ingezetene criterium een indirect onderscheid naar nationaliteit wordt gemaakt en dat het maken van onderscheid in strijd is met artikel 1 van de grondwet, indien daarvoor geen objectieve en redelijke gronden bestaan. De burgemeester heeft zich op het standpunt gesteld dat met het ingezetene criterium een gerechtvaardigd doel wordt nagestreefd, namelijk het tegengaan van het toenemend coffeeshoptoerisme en daarmee gepaardgaande negatieve effecten op de openbare orde. De afdeling oordeelt dan over dat oordeel als volgt. Zoals blijkt uit punt 63 van het arrest van het Hof, heeft de burgemeester zich in de procedure voor het Hof op het standpunt gesteld dat de coffeeshops in Maastricht per jaar iets meer dan 3,9 miljoen bezoekers trekken en dat het merendeel van die bezoekers afkomstig is uit buurlanden. Ter zitting van de afdeling van 5 april heeft de burgemeester gespecificeerd dat het om 3,9 miljoen bezoeken en niet bezoekers gaat. De burgemeester heeft daaraan toegevoegd dat de coffeeshops een aanzuigende werking hebben en dat door deze grote toestroom van niet-ingezetenen de openbare orde onder druk staat. Zo bestaan er verkeers- en parkeerproblemen, ondervinden bewoners overlast wegens lawaai en hinder die worden veroorzaakt door de samenkomst van cannabisgebruikers die in het openbaar drugs gebruiken en ondervinden zij overlast van netwerken uit de georganiseerde criminaliteit in de buurt van de coffeeshops en van dealers en drugverslaven. En dan volgt het oordeel van de afdeling daarover. Na het oordeel van de afdeling heeft de burgemeester aannemelijk gemaakt dat de openbare orde in de gemeente Maastricht door de toenemende stroom niet ingezetenen wordt aangetast en dat die aantasting met het in de algemene plaatselijke verordening en het besluit van de burgemeester van 13 juli 2006 neergelegde ingezetenencriterium kan worden tegengegaan. De burgemeester heeft verder aannemelijk gemaakt dat met minder verstrekkende maatregelen de openbare orde in de gemeente onvoldoende wordt gewaarborgd. De afdeling komt, gelet op het voorgaande, anders dan de rechtbank tot de conclusie dat voor het met het ingezetene criterium gemaakte indirecte onderscheid naar nationaliteit objectieve en redelijke gronden bestaan en dat het in artikel 2, 3, 1, derde eerste lid van de APV in samenhang met het besluit van de burgemeester van 13 juni opgenomen ingezetene criterium niet in strijd is met artikel 1 van de grondwet.